Want we hebben een vakantievlog! En mijn gezin weet nog niet waar we naartoe gaan. Dus dat is voor ons allemaal nog een verrassing. En wij weten al wel waar we naartoe gaan. Maar op de bestemming zelf ga ik pas vertellen waar ik ben. Ik kan jullie wel verklappen dat het ontzettend warm is. En we wouden jullie nog iets vertellen. Het is best heftig en je moet er echt niet van gaan schrikken. We gaan niet samen. Maar we gaan elkaar natuurlijk en jullie op de hoogte houden van wat we doen. Zodat we toch een beetje bij elkaar zijn. En ik heb er heel veel zin in. Ik ook, dus laten we gaan. Ik ga je zo enorm missen. Ik jou ook. We houden wel contact. Yes, sowieso. Maar nu moeten we echt gaan. Ik ook. Nou, doei. Doei. Ik ben al bijna klaar met het inpakken van mijn koffer. En wat ik echt niet kon missen op vakantie is mijn mermaid deals. En daar ga ik lekker mee zwemmen in het zwembad. En natuurlijk ook superleuke luchtbedden. Mijn ouders hebben net van school opgehaald. En het is nu 12 uur 's middags en dan gaan we zo naar het vliegveld toe. Ik moet nu nog even mijn handbagage inpakken, maar mijn koffer is al gepakt. Je ziet hem hier. En ik heb echt ontzettend veel zin om op vakantie te gaan, want ik heb net de CITO-week gehad en dan vind ik het wel even heel fijn om er tussenuit te gaan. Ik ben klaar om te vliegen, maar ik moet nog één dingetje doen. Ik moet namelijk nog mijn handbagage inpakken. En ik stop mijn handbagage in het girls tasje van de Skinny Dip London, omdat ik deze heel erg fijn vind en hij ziet er super leuk uit. Ik ben helemaal klaar om te vliegen, want ik heb een lekker vest aan en een shirt. Ik heb een hele lekkere broek aan van de Subdude. En ik heb hele comfortabele Nikes aan. En ik vind het altijd heel lekker zitten in het vliegtuig. En natuurlijk heb ik ook nog handbagage bij me. En dat is deze hier. Er staan alle koffers klaar. En ik heb er echt heel veel zin in. De taxi staat nu voor de deur. En het is 7:30. En ik weet trouwens niet waar Jana naartoe gaat. Die was een beetje geheimzinnig of ze nou naar Miami toe gaat. Of ze ging misschien naar Frankrijk. Ik weet het niet. Dus ik ga morgen even facetimen met haar. En daar is de taxi. Hallo. We zijn nu op Schiphol en we staan in de rij om onze spullen in... Ja, hoe zeg je dat? Ja, dat is zeg maar je tassen checken. En daarna gaan we... eventjes boekjes halen en daarna gaan we vliegen. Een vliegtuig. We zijn nu op Schiphol. We zitten in het allergrootste vliegtuig van de wereld. En er passen wel 800 mensen in. Dus dat is wel heel cool en het is heel speciaal. Want je hebt zelfs wifi in het vliegtuig. En ik kan echt niet meer wachten tot ik op mijn vakantiebestemming ben. Ik ben nu op het vliegveld en we zijn door de douane heen. En ik kom hier de Mac tegen, niet de Mac van de McDonald's, maar van de make-up. En ik... Dus kijk, als je denkt dat de rij voorbij is, ik dacht dus dat een super grote rij voorbij was, maar hij is nu nog groter. Ik heb een lekkere Starbucks gehaald en dit is mijn favoriete drankje, het is namelijk een chai latte. Dat is het vliegtuig. Wij gaan straks ook met ons vliegtuig naar Dubai. Nee, nu weten jullie ook waar ik naartoe ga. Ik ga namelijk naar Dubai. En ik heb er echt enorm veel zin in. Ik zit nu in het vliegtuig en ik zit naast mijn zusje. En mijn vader en moeder zitten daar. En we zitten gezellig met je vliegtuig op een rij. En we gaan zo naar de bestemming toe. Ik zeg nog niet wat. Het is 6 uur vliegen. 3 of 4 uur tijdsverschil. En ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ga nu opstijgen. Doe je Nederland. Helemaal lekker. En het vliegtuig is bijna vol met 800 mensen. En ik ga echt een superleuke film kijken. Namelijk How to be Single. Hij stond bij de comedy. Dus kan ik lekker. Wat ik jullie dus nog wil zeggen is. Ik ga naar Dubai. Het is echt superleuk. Want ik ben er nog nooit geweest. En het leuke is. Misschien weten jullie het al. Misschien heeft Gina het al verteld. Maar ja, misschien wel of niet. Gina is daar ook in Dubai. En zij denkt dat ik naar Miami ga. Maar ik ga dus gewoon naar Dubai. En dat weet ze helemaal niet. Dus ik ga haar verrassen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze gaat reageren. Ik heb er gewoon zoveel zin in. Vroeg in de ochtend, ik zal wel even checken hoe laat het is. Volgens mij is het iets van 4 uur in de ochtend. Dus het is best wel vroeg.
En ik moet een beetje fluisteren. Het zonnetje komt nu op. Echt, het ziet er zo mooi uit. En ik ben nog best wel moe omdat ik niet echt lekker heb geslapen. Nog 1,5 uur vliegen. Het is nu 7 uur 's ochtends. En we gaan bijna landen over ongeveer 10 minuutjes. En we zijn geland. Oh, eindelijk het vliegtuig gaat. Ik ben best moe. Maar ik vind het wel heel leuk dat we geland zijn. We zijn in het hotel aangekomen en het ziet er echt super mooi uit. Kijk, echt best wel Arabisch, maar wel echt heel mooi. Kijk, ze hebben hier zelfs een avond in de Blue Jade of de Blauwe Jade. En dat is een sushi restaurant. Oh. Er is gewoon een hele nacht voor me georganiseerd. Ik voel me zo vereerd. Dus ik ben eigenlijk een beetje in het sprookje Aladdin en Jasmine beland. En hier is het dan het restaurant genoemd naar mij. Oh, wat een lekker bed. Het is nu 2 uur 's nachts in Dubai en ik ben best wel moe. Dus ik ga nu echt lekker slapen in dit bed. En ik heb echt ontzettend veel zin om echt neer te ploffen. Dus dat doe ik nu. Woe! En wel rusten en tot morgen. We zijn geland. We lopen nu door de schurf heen. En dan gaan we de koffers ophalen. En kijk, daar staat het vliegtuig. En ik zie nu pas hoe mega groot hij eigenlijk is. Als je goed kijkt, zie je daarachter de Burj Khalifa. En hij is echt super groot. We zijn net aangekomen bij het hotel. En onze hele familie stond ons op. Nou, onze halve familie stond ons op te wachten. En het was echt super leuk. Ze waren allemaal aan het filmen en zo. En we zijn nu bij het hotel. En we gaan even de koffers afleveren. Ik ben dus nu in Dubai en het is echt enorm lekker weer. De lucht is helemaal blauw. En we zijn hier dus met de hele familie. En we gaan nu even wat lunchen, omdat het al wat later op de middag is. En het is best wel warm, dus we moeten heel erg veel drinken. Maar het is wel heel erg gezellig. Goedemorgen, ik ben net wakker geworden en het is nu 10:30. Dus we gaan zo ontbijten en ik ben aangekleed en ingesmeerd. Dus klaar voor de dag. En ik keek vanochtend naar buiten en ik dacht, wow! En het was echt zo mooi. We komen net van het strand en ik heb net even gedoucht en ik heb even een leuk jurkje aangetrokken en ik heb mijn favoriete tas erbij gehaald, een skinny dip. En we gaan zo even lekker wat eten. Aan de frozen yogurt nemen. Witte chocola gewoon. Yummy! Ik heb een ontzettend leuke eerste dag gehad, maar ik ben nu wel heel moe, dus ik ga lekker slapen. Goedemorgen. Vandaag is het weer een nieuwe dag. En vandaag is het echt ontzettend lekker weer. En we gaan vandaag iets heel leuks doen. Want we gaan naar het waterpark. En het waterpark hoort bij het hotel, dus het is echt super dichtbij. Ze hebben er allemaal leuke glijbanen en banden. We gaan in allemaal toffe glijbanen en ik ben benieuwd of ze eng zijn. Dus laten we gaan! Dat was echt super leuk! Als een puppy! Goedemorgen, Dubai! We hebben net ontzettend lekker ontbeten. En we zijn net eigenlijk al meteen in dat water geweest, want het is zo warm vandaag. Ze zeggen dat het wel ongeveer 40 tot 46 graden kan worden. En echt, dat is heel warm. Dus waarschijnlijk wordt het de hele dag in het zwembad liggen en in de zee. Het is nog steeds ontzettend warm, dus we gaan nog even zwemmen. 3, 2, 1. Woo! Ik probeer nu te facetimen met Jade. Hij zegt dat hij aan het verbinden is. Maar laatst ging hij ook al helemaal fout. Dus ik hoop dat hij nu wel echt goed gaat. En ja, kijk, FaceTime is niet beschikbaar helaas. Ik ben zo benieuwd waar ze nou eigenlijk is. Ik heb nog helemaal niks gehoord. We komen net van het strand af en we hebben allebei even iets anders aangetrokken. We gaan naar de Dubai Mall, dat is een hele grote shoppingmall. En het schijnt dat ze daar meer dan 1500 winkels hebben. En echt, dat heb ik nog nooit gezien, dus ik ben ontzettend benieuwd. We zijn aangekomen bij de Dubai Mall en hij is super, maar dan ook echt super groot. Later op de dag en we zitten in een taxi, want we gaan naar de Dubai Mall en dat is de allergrootste shoppingmall van heel de wereld. Er is de Burj Khalifa en hij is echt super hoog,
Hij is bijna zo hoog als de kilometer. Hier voor me staat echt de mega, echt de grootste snoepwinkel die ik ooit heb gezien. In dit winkelcentrum hebben ze zelfs een ijsbaan. Wow! We komen net binnen en we zien al gelijk de Victoria's Secret. Nu de Victoria's Secret binnen. En ik vind de pink altijd heel leuk. Daar hebben ze allemaal mooie liplosjes en super leuke sweaters. Want die zijn echt zo lekker zacht. En die trui, rainbow. Kijk eens hoe een grappige onderbroek met Not Your Babe. Dit was dus de Victoria's Secret. En ik en mijn moeder hebben echt super leuke bikinietjes gekocht. Want ze hebben namelijk nu XS. En daar pas ik echt sommige van, de meeste niet. Het is tijd om een cupcake te eten. En we hebben echt allebei een hele mooie. Het is een grote lunch en hij is super groot. Ik ben nu in het winkelcentrum. En ik hoor net van mijn ouders dat Gina er ook is. Oh nee, oh nee, oh nee. Ik ga er dus echt verrassen. En ik ben echt zo benieuwd hoe ze reageert. Ik denk echt dat ze helemaal kapot schrikt. Ik zie Gina nu. En kijk. Even kijken. Daar, wacht even hoor. Ik weet niet of jullie haar kunnen zien. Oh, daar loopt ze. Dus ik ga haar verrassen. Komen jullie mee? Oké. Staat ze. Ik ben naar Lus geweest. Ik ben echt super blij mee. En we gaan straks lekker nog wat eten. En ik kan echt... Woe! Oh nee, ben je echt niet normaal? Ja, ik sta toch voor je. Surprise! Ik had helemaal niks door. Ik dacht dat je nu in Miami zat. Oh, dat vind ik zo leuk. Ja! Yeah. Yeah, dan kunnen we samen. Ja! Yeah. Super leuk! Coaster Dubai! Yeah. Yeah. Hoe lang ben je er al? 2 dagen weet ik helemaal niet waar jij bent. Nee, was super. Oh, heel leuk. Ja! Yeah. Nou, Sally, ja! Yeah.